deze week in Dit is de Ford 5640. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon en Bovikalk tegen melkziekte. Ik ga met de trekker naar de Noordkaap toe en weer terug. Dat ga ik doen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek en aandacht te vragen voor de noodzaak van kankeronderzoek. Veehouder Paul Fontaine uit de beeld gaat eind juni met zijn Ford 5640 naar de Noordkaap. Een tocht van meer dan 3000 kilometer. De trekker wordt normaal alleen gebruikt voor het maaien. Maar nu gaat de Ford uit 1994 met 78 pk zijn 8000 draaiuren flink opschroeven. De trekker rijdt ruim 30 km per uur. De bedoeling is rond de 25 km per uur te gaan rijden om het gewoon ontspannen te laten gaan verlopen. Dat betekent als ik 10 uur op een dag zou rijden dat ik rond de 200, 250 km kan halen. En dat elke dag. Dus ik moet elke dag rijden om dat in de tijd te kunnen halen. Fontaine heeft een pensionstal voor paarden en een honderdtal ooien. Via de website zetjewekkervoordetrekker.nl is Paul te volgen en kunnen mensen ook doneren. Het is ontstaan doordat een vriendin van mij van de winter te horen kreeg dat ze kanker had. En dat heeft me zo erg aangegrepen en daar is dit hele idee uit ontstaan en zo is het helemaal geboren. Op de grondbak achter de trekker heeft Paul een unit gebouwd. Ja, dit is mijn reiskoffer, laat maar zeggen. Ik heb hem zelf gemaakt op het grondbakje. Ik wilde niks aan de trekker meenemen op wielen, dus ik heb het hierop gemonteerd. Hier moet ik het helemaal mee doen. Hier beneden heb ik een kast gemaakt waar ik nog extra brandstof mee kan nemen. En hier kan ik 's nachts slapen. Ik samen met de hond. De hond gaat ook mee. Kees, kom eens hier. Ik zal je de hond even laten zien. Die gaat samen met mij mee. Dus... Daar slapen wij met z'n tweeën. De tractor is in goede conditie en voordat ik wegga krijgt hij nog een onderhoudsbeurtje. En als die kapot gaat, ja, dan zou je dat ter plekke moeten oplossen. En ik weet zeker dat alles goed komt. Alleen voor de echte Porsche-fans. Ga naar porsheshop.nl.